En daar. Hallo, Nijntje. Wat ben je aan het maken? Ik maak een schilderij van mijn huis. Kijk! Dat is erg goed, Nijntje. Wat was dat? Ik hoorde iets lekken. Lekt er misschien wat verf van je kwast? Nee. Phew. Nu hoor ik het weer. Het regent niet. Het komt van binnen. Wat hoor ik toch druppelen? Volgens mij komt het hier vandaan. Aha, gevonden! Iemand heeft de kraan niet goed dichtgedraaid. Hey, wat doe je, Nijntje? Ik probeer de kraan dicht te draaien. Oh. Oh, hij blijft maar lekken. Laat mij eens kijken. Zo, dat is geregeld. Oh. Hij lekt nog steeds, papa. Ja. Zo, als het nou niet goed is... Het blijft maar doorgaan. Oh, nee. Dit is veel erger dan ik dacht. Ik ga mijn gereedschap halen. Heb je al eens eerder een lekkende kraan gemaakt, papa? Nee, maar zo moeilijk kan het toch niet zijn? Het is maar een kraan. Goed. Een hamer misschien? Nee, een nijptang. Of een steeksleutel? Misschien moet je iemand vragen om te helpen, als je het niet zeker weet. Jij mag wel helpen als je wilt. Dan ben jij het hulpje van de loodgieter. Wat is dat? Jij geeft het gereedschap aan waar ik om vraag. Oké. Steeksleutel, alsjeblieft. Deze? Nee, dat is mijn hamer. De steeksleutel ziet eruit als een groot metalen bot. Aha, hier is de steeksleutel. Kijk! Bijna. Nog een beetje draaien. Oh. Oh-oh. Papa, is dat de kraan? Oh, nee, toch? Lieve help. Wat is hier aan de hand? De kraan lekte en papa probeerde hem te maken. Aha. Oh, nee. En nu is er een overstroming. Die kan ik ook repareren. Jij hebt voor vandaag wel genoeg gerepareerd. Nijntje, wil jij dit legen in de tuin? Oké. Oh, de goot zijn op heel snel vol, Nijntje. Zo kunnen we wel aan de gang blijven. Boris kan goed dingen maken. Hij kan helpen. Wat? Boris? Wat een goed idee, Nijntje. Als jij en papa de gootsteen blijven legen, ga ik Boris bellen. Oeps. Hallo? Boris. We hebben hier een noodgeval. De kraan gaat niet dicht. Alles stroomt over. Ik kom eraan. Ik zal nergens voor stoppen. Dag. Behalve voor mijn gereedschap. Ik hoop dat Boris hier snel is. Hij zei aan de telefoon dat hij zo snel mogelijk zou komen. Hallo? Waar zijn jullie? In de keuken, Boris. Ik heb in tijden niet zo hard gerend. Deze kant op. Kan je het maken? Ik zal het zeker proberen. Het belangrijkste is... eerst de hoofdkraan uitdraaien. Aha. Goed. Als ik nu eerst... hij zit behoorlijk vast. Het lukt me niet. Zal ik het eens proberen? Hier, Boris. Heb je hier wat aan? Huh? Oh ja. Een steeksleutel is precies wat ik nodig heb. Dank je, Nijntje. Ja! Boris, het is je gelukt. Het is ons gelukt, Nijntje.
Nu kunnen we zo de kranen weer opdraaien. Dat wilde ik eigenlijk net gaan voorstellen. Oh, papa. Dat wilde ik echt. Ah. Zo goed als nieuw. Geen gedrup. Hij lekt niet meer. Dat heb je ook gemaakt, Boris. Oh. Dank je wel, Boris. Ja, bedankt. Hier, Boris. Deze is voor jou. Omdat je onze kraan hebt gemaakt. Dank je, Nijntje. Wat mooi, zeg. Ik ga er weer vandoor. Mocht er weer een noodgeval zijn, dan weet je wie je moet bellen. Dag. Ja, hoor. Wat was dat? Ik hoorde een piep. Een piepende deur? Ah, ik haal mijn gereedschap. Ik heb een hamer. Oh, niet weer, hè? Boris, kom terug, Boris. Ja, Boris? Nou ja, zeg. Wow, Nijntje. Ik geloof niet dat ik je ooit zo snel heb zien rennen. Ik wil niet te laat komen. Vandaag gaan we op schoolreisje. En we gaan met de hele klas naar de boerderij. Ik kan niet wachten. Hebben jullie er zin in? Oh ja! Ik wel. Hallo jongens. Hoi, Nijntje. Ben je klaar voor het schoolreisje? Zeker weten. Ik hoop dat we een paard zien. Dat is mijn lievelingsdier. Oh ja? De paarden. Die wil ik ook graag zien. Ik wil naar de eenden. Kwak, kwak. Ik ook van olifanten. Kwak, kwak, kwak. Ik denk niet dat daar olifanten zijn, Knorretje. Het is een boerderij, geen dierentuin. Geef niet. Geiten zijn ook leuk. Nee, niet naar binnen gaan. We gaan meteen naar de bus. Goed, weet iedereen met wie hij samen gaat? Zullen wij samen gaan, Nijntje? Ja hoor. Wij samen, Knorretje. Oké. Mooi. Let goed op elkaar. Ik wil niet dat er iemand verdwaalt of achterblijft. Kom mee, Knorretje. Ga maar naast me zitten. Vrij met de bus, vrij en blij. Alles vliegt aan ons voorbij. Dat was een boom. Die wolk heeft oren. En daar is Betje. Zou ze ons horen? Rij met de bus, kijk uit het raam. Zing een lied, wij komen eraan. Kijk daar een struik. En Boris, wat fijn. Waarom gaan we stoppen? Omdat we er zijn. Kom mee, Nijntje. Ja, we zijn er. Ja. Hallo allemaal. Hallo, boer. Welkom op de boerderij. Heel goed, kinderen. Ik heb een opdracht voor jullie. Ik wil dat jullie gaan ontdekken wat alle dieren graag eten. Ja, leuk! Jullie mogen naar al mijn dieren gaan kijken. Maar wees wel voorzichtig, want het is altijd druk op de boerderij. Ja, goed. Kom, wij gaan naar de eenden. Oh, wij kunnen naar de paarden gaan. Daar hou ik zo van. Oh, nee. Laten we eerst naar de kuikens gaan. Die zijn dichterbij. Hierheen. Oh. Oké. Kijk eens hoe snel ze die mais oppikken. Oh, kuikens eten mais. Dat moeten we straks aan juf vertellen. Nu kunnen we naar de paarden gaan, Nina. Eerst de schapen, daarna de paarden. Maar Nina, ik wil eerst naar de paarden. Oh. Hallo, raad eens. Eenden eten kroos. Jakkes. Wij gaan nu naar de schapen. Zeg maar bee, tegen ze van ons. Doen we. Ik ben blij dat ik geen eend ben. Mijn vriend Daan zegt... Bee, bee, bee. Oh. Dus schapen eten gras. Mooi, nu de koeien. Maar Nina, je zei dat we nu naar de paarden zouden gaan. Nee, eerst de koeien, daarna de paarden. Dat zei je de vorige keer ook, Nina. Deze geit heeft honger. Hey, die is van mij. Hallo, stop eens. Ik kan niet stoppen. Wij gaan naar de koeien. En daarna naar de paarden, hoop ik tenminste. Dag. Dus, kuikens eten mais, schapen eten gras
En koeien eten hooi. Heel goed. Laten we nu gaan kijken wat paarden eten. Nee, ik wil hier blijven en zien hoe de koeien gemolken worden. Maar dat is niet eerlijk. We hebben alles gezien wat jij wilde. Als we nu niet naar de paarden gaan, dan is er straks geen tijd meer. Kijk, Nina. Nu krijgen we toch nog een paard te zien. Inderdaad. Ik breng Boterbloem net terug naar de wei. Wil je er misschien aaien? Nee! Hou haar weg! Ha, ik geloof dat er hier iemand een beetje bang voor paarden is. Nina, ik dacht dat je alleen je zin wilde. Maar je was gewoon bang. Je hoeft helemaal niet bang te zijn, Nina. Kijk. Zie je? Probeer het maar. Ik doe het. Hallo, Boterbloem. Wil je haar misschien samen met mij naar de wei brengen? Doe maar, Nina. Dat is heel leuk. Oké, kom maar. Deze kant op. Goed zo. Eenden eten kroos. En toen zagen we de geiten. En de geiten eten graag, eigenlijk alles. Heel goed, Knorretje. Jij ook, Daan? Hallo allemaal. Dit is mijn nieuwe vriend, Boterbloem. Paarden zijn mijn lievelingsdieren. Ook van mij. Oh. Dan weten jullie vast ook wel wat ze graag eten. Dat weet ik niet. We hebben Boterbloem nog niet zien eten. Hm? Oh, mijn wortel! Wortels! Paarden houden van wortels. Hey, hou je eigen lunch, paardje. Waar zit je toch? Is er iets mis, Nijntje? Je kijkt zo bezorgd. Ja, ik zoek Snuffy. Ik heb haar al heel lang niet gezien. Je weet dat Snuffy gaat waarheen ze maar wil. Maar ze is nog nooit zo lang weg geweest. Ik ben bang dat ze verdwaald is. Is dat de bal van Snuffy? Hoi, Nijntje. Ik ben aan het overgooien met Nina. Wil je meedoen? Oh, nu weet ik het weer. De bal van Snuffy is rood, niet blauw. Gaat het wel? Wat is er? Ik heb Snuffy al dagenlang niet gezien. Oh nee! Ik denk dat ze verdwaald is. Dan gaan wij je helpen zoeken. Waar kan ze zijn? Ik weet het niet. Maar als we alle drie zoeken, gaat het 3 keer zo snel. En op 3 keer zoveel plekken. Kom mee! Snuffy! 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 Snuffy. Snuffy, Snuffy, ik mis je lieve snuit. Snuffy, waar zit je? Maak een geluid. Snuffy, oh. Snuffy, Snuffy, hier is ze niet. We blijven naar je zoeken tot iemand je ziet. Snuffy, Snuffy, waar zit je verstopt? We zullen je vinden en geven het niet op. Snuffy, Snuffy, waar kan ze toch zijn? We willen haar vinden, dit is echt niet fijn. Snuffy, kom dan, Snuffy. Snuffy. Het spijt me dat we Snuffy niet hebben gevonden. Ik moet naar huis voor de lunch, anders wordt tante Betje ongerust. Oh, is het al lunchtijd? Bedankt dat jullie zo lang hebben gezocht. Graag gedaan, hoor, Nijntje. Snuffy is ook onze vriend. Dag, dag. Nijntje. Dag. Wat is er aan de hand, Nijntje? Ik mis Snuffy. Ik heb de hele ochtend naar haar gezocht. Nu je het zegt, ik heb Snuffy al dagen niet gezien. Dat is inderdaad vreemd. Misschien is er iets met haar gebeurd. Waar zou ze toch zijn? Oh, hoor ik wat ik denk dat ik hoor? Kijk, daar is oom Vliegenier. Kom mee. Oh, oom Vliegenier. Hallo, Nijntje. Hallo, oom Vliegenier. Zo begroet je me anders nooit. Wat is er, Nijntje?
Het is Snuffy. Ze is verdwenen. Dan is het maar goed dat ik hier ben, hè? Ik kan je helpen zoeken. Ik heb toch al overal naar haar gezocht, oh vliegenier. Aha, maar heb je ook een reddingsactie gehouden vanuit een vliegtuig? Nee. Mag dat? Waarom ook niet? Oh. Je kunt veel meer zien vanuit een vliegtuig. We kunnen op 10 keer zoveel plekken zoeken. En 10 keer zo snel. Dag, succes! Dag, woehoe! Goed opletten, hè, Nijntje. Kijk goed of je aanwijzingen ziet. Oh, kijk! Oh, daar gaat Nijntje! Snuffy! Snuffy? Huh? Hey, Nijntje! Hallo, Nijntje! Oh, er zijn zoveel verschillende plekken om te zoeken. Zullen we iets dichterbij gaan? Kunnen we teruggaan? Ik dacht dat ik iets zag. Geen probleem, Nijntje. Kijk, daar! Het is een bal. Een rode bal. Snuffy heeft precies zo'n bal. Hou je vast. Ja, het is de bal van Snuffy. Die herken ik meteen. Snuffy! 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 Oh, daar komt het vandaan. Snel, vliegenier. We moeten de deur openmaken. Goed, Nijntje. Snuffy! Oh, Snuffy! Hallo daar. Kan ik jullie ergens mee helpen? Die arme Snuffy zat opgesloten in je schuur. Oh, nee toch. Ik wist niet dat ze daar binnen zat toen ik de deuren dicht deed. Het geeft niet. Nu is alles weer goed. Je moet een beetje beter opletten waar je naartoe gaat, Snuffy. Oh, ik geloof dat ze het me vergeeft. Maar ik zal ervoor zorgen dat deze schuur voortaan dicht blijft. Dat was een succesvolle reddingsactie. En nu ga ik je snel naar huis brengen voordat je ouders naar jou op zoek moeten. Maar ik heb Snuffy nog maar net gevonden. Ik laat haar nu niet alleen achter. Wie heeft gezegd dat je haar achter moet laten? Kijk al, vliegenier. Snuffy is net zo dol op vliegen als ik. Nina, ik weet zeker dat Knorretje er zo aankomt. Dat hoop ik wel, ja. Het duurt al uren. Wij kunnen samen spelen terwijl we wachten. Ik weet wat. We doen wie het langst kan springen. Oh. Spring, spring. Boing, boing. Au. Boink, boink, boink. Hé, Knorretje, wat doe je? Ik doe jullie na. Boink, boink, boink. Nadoen boink, is leuk. Boink, 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 boink. Hé, ik krijg een idee voor een spelletje. Volg de leider. Eén van ons is de leider en de anderen doen haar na. Ja, leuk. Ik ben eerst de leider. Kom, doe mij maar na. Fladder, 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 fladder. Ja, kom mee, Knorretje. Nee, kom al. Fladder, fladder, fladder. En nu omhoog springen. Fladder, kijk fladder. Zo. En nu... ren een rondje om het huis, maar dan wel zo snel als je kan. Wacht. Wacht even, Nia. Kom terug. Hé, ik heb nog geen stop gezegd. Je gaat te snel. Misschien kan nu iemand anders de leider zijn. Knorretje, wil jij nu de leider zijn? Dan mag jij zeggen hoe hard we gaan. Oh, oké. Okay. Nee, nee, stop! Nee, nee, stop! Hou op met mij nadoen. Hou op met mij nadoen. Knorretje!
Jongens, ik ruik iets heel erg lekkers. Ah, zo. Oeh. Kersentaart. Lekker. Knurretje, het spel is volg de leider, niet volg je neus. Sorry, Knorretje, je moet nog heel even wachten. Hij is nu nog veel te heet. Nu weet ik wat ik ga voordoen. Zitten en wachten. Maar Knorretje, we kunnen je toch niet volgen als je helemaal niks doet? Wat moet ik dan doen? De leider moet leuke dingen doen. Die alle anderen ook leuk vinden. Wil jij niet de leider zijn, Nijntje? Dan kan jij laten zien hoe het moet. Goed idee, Knorretje. Oké. Kom mee allemaal, volg mij. Ja, dat doen we. Volg Nijntje. Volg de leider, doe maar mee. Draai een rondje, alle twee. Doe mij na, lukt dat je wel. Dit is echt een heel leuk spel. Volg Nijntje, kijk maar goed. Doe precies wat Nijntje doet. Nijntje die staat steeds aan kop. Elk avontuur gaat zij voorop. Op de fiets achter mij aan. Ik wil alsmaar sneller gaan. Lekker racen naar beneden. Snuffy, snel, rit met ons mee. Volg Snuffy, kijk maar goed. Doe precies wat Snuffy doet. Snuffy die staat steeds aan kop. Elk avontuur loopt zij voorop. Oh, hallo meisjes. Alsjeblieft. Pak een verfkwast allebei. Maak een prachtig schilderij. Nijntje, Nina, nu al klaar, Knorretje? Ach, één klein stukje maar. Knorretje. Volg Nijntje, kijk maar goed. Doe precies wat Nijntje doet. Nijntje, die staat steeds aan kop. Elk avontuur loopt zij voorop. Hey Nijntje, mag ik er ook bij? Ja, natuurlijk. Kijk naar mij. Klim omhoog, glij naar beneden. Draai dan rondjes met ons mee. Sneller gaan we rond en rond en dan weer op de grond. Woe! Nijntje die staat steeds aan kop. Elk avontuur loopt zij voorop. Op de schaats, kijk hoe het moet. Draai maar rond, je kunt het goed. Kijk naar mij hier op de baan. Pas op, Boris, rustig aan. Volg Nijntje, kijk maar goed. Doe precies wat Nijntje doet. Nijntje die staat steeds aan kop. Elk avontuur loopt zij voorop. Volg Nijntje, kijk maar goed. Die taart ruikt nog steeds heerlijk. Is hij nu koud genoeg om te eten? Oh, hallo meisjes. Ja hoor, zeker. Wie wil er een stukje? Ik graag. Ik graag. Hey, ik dacht dat het spelletje was afgelopen. Ik hoop dat er genoeg is voor iedereen. Wat bedoel je? Ze zijn mij gevolgd. Kijk. Oh, dat ziet er heerlijk uit. Kersentaart, ja lekker. Nu ben ik de leider. Oh, Knorretje, ik wil graag een stukje. Oh ja, ik ook. Ja. Oh, hier, ja lekker. Keurig hoor. Oh, hallo. Hallo Barbara. Oeh, hoi Barbara. Hi Nijntje. Zullen we er samen een leuke avond van maken? Ja. Ik vind het fijn als jij komt oppassen. Ik heb het idee dat Nijntje zich nog meer verheugt op ons avondje uit dan wij. Kom mee, Barbara. Dan gaan we wat speelgoed uitzoeken. Wij gaan. Wij gaan nu weg, Barbara. Kun jij Nijntje eten geven en haar klaarmaken om naar bed te gaan? Natuurlijk. Dag, Nijntje. Veel plezier. Dag. Dag, papa. Dag, mama. Het huis is van ons. We gaan dansen. Oh ja. Woehoe. Maar net of niemand het ziet.
Barbara. Mijn voeten hebben nog steeds zin om te dansen. Oeh. Ik geloof dat jouw buikje honger heeft. Dus laten we eten gaan maken. Wat wil je graag eten, Nijntje? Ik kan pasta maken of aardappelen of... Pannenkoeken! Ik wil graag pannenkoeken! Pannenkoeken? Weet je dat zeker? Ja, laten we pannenkoeken maken. Dat is leuk. Maar ik heb nog nooit pannenkoeken gemaakt. Dat geeft niet. Ik heb vaak gekeken als mama ze maakte. En ik weet precies hoe het moet. Eerst pakken we alle ingrediënten. Melk. Bloem. En eieren. Wauw, dat ging snel, Nijntje. Had ik maar zo'n snelle helper als jij in mijn winkel. Bloem. 1, 2, melk. Zo, alle ingrediënten zitten erin. Nu moet het geroerd worden. Prima. Ik weet wat. Goed zo, Barbara. Het is inderdaad leuk. Het beslag is klaar. Wat moeten we nu doen? Nu moet het in de pan. Goed, maar ik geloof niet dat we daarbij moeten dansen, Nijntje. Nee. Oh, ik kan niet wachten. Nu komt het leukste. Je moet hem omhoog gooien en draaien om de andere kant te bakken. Oh, ik heb nog nooit een pannenkoek omgedraaid. Goed dan. Daar gaat hij. Oh, hij zit vast. Kom eruit, pannenkoek. Ik weet wat. Schud er eens mee. Alsof hij danst. Probeer hem eens harder te schudden. Oeps. Dat doen we nog een keer. Misschien moet je wat minder hard gooien dan bij die, Barbara. Klaar. Oeps. Barbara, je moet hem weer opvangen. Oh, ja, natuurlijk. Hop. Yes! Ik heb hem. Wel, Barbara. Je kunt het nu heel erg goed. Deze is voor jou. Oh, we hebben al het beslag gebruikt. Dat geeft niet. Dan delen we gewoon mijn pannenkoek. Bedankt, Nijntje. Lekker. Hij is heerlijk. Niet slecht voor mijn eerste keer. En je had gelijk, het was echt heel leuk om ze te maken. En het was nog leuker om ze om te draaien. Dat was lekker. Wat een troep. We moeten gauw opruimen voordat je vader en moeder thuiskomen. Oh, maar ik wil nog meer leuke dingen met jou doen, Barbara. Weet je wat, Nijntje? Ik weet hoe we kunnen opruimen en leuke dingen kunnen doen. Echt waar? Hoe dan? Hoera! Dat ziet er goed uit. Geef maar hier. Ja. Joehoe! Zo. Het is klaar. Joehoe! Ja! Nijntje, we zijn thuis. Precies op tijd. Mijn pyjama. Ik kan nog niet naar bed. Vergeet niet je tanden te poetsen. Hallo, Barbara. Hallo. Waar is Nijntje? Ik kom eraan. Oh, wauw. Helemaal klaar om naar bed te gaan. Kijk, mama. Ik heb mijn tanden gepoetst. En we hebben ook de hele keuken schoongemaakt. Oh, wat fijn. Oh, ik geloof dat je iets bent vergeten. Sorry, papa. Goed, wat hebben we allemaal? Wortels, uien, aardappelen.
Papa is vast heel blij met zijn verrassingsmaaltijd. Ja, hij is dol op tomatensoep. Alleen hoop ik wel dat we het op tijd afkrijgen. Het gaat vast heel snel als ik meehelp. Kijk zo! Oh nee! Ik heb gisteren al onze tomaten voor de salade gebruikt. Nu heb ik helemaal niets meer. We kunnen geen tomatensoep maken zonder tomaten. Zelfs al doen we het snel. Misschien wel als jij heel erg snel bent, Nijntje. Wil jij naar de winkel van Barbara gaan en wat tomaten kopen terwijl ik de rest klaarmaak? Ja, natuurlijk! Ik doe het supersnel. Ik zal nergens voor stoppen, dat beloof ik. Niam! Ik ben al weg! Jonge, jonge, wat heb jij een haast, Nijntje? Ik moet naar de winkel van Barbara om tomaten te kopen voor mama. Wat goed dat je haar helpt. Maar moet het echt zo snel? Ja, het is een verrassing voor papa. Dus het is heel belangrijk dat ik supersnel ben. Woehoe! Kom op, vlieger. Hoi, Knorretje. Nijntje, je moet me helpen. Het spijt me, Knorretje. Ik kan niet stoppen. Ik heb een belangrijke missie. Ik heb ook een belangrijke missie. Mijn vlieger zit vast en ik kan hem niet in mijn eentje lostrekken. Ik wil je graag helpen, maar ik heb mama beloofd dat ik nergens voor zou stoppen. Maar... Sorry, Knorretje. Misschien komt er snel iemand anders langs. Dag! Oh, hoe moet ik hem nu zelf loskrijgen? Au! Hallo, Barbara. Ik heb snel wat tomaten nodig, alsjeblieft. Oh, hallo, Nijntje. Ik kom zo bij je. Oh, ik heb mama beloofd dat ik het heel snel zou doen. Oh, als je dat beloofd hebt, dan is het wat anders. Ze zien er erg sappig uit. Dank je, Barbara. Graag gedaan. Vrienden helpen elkaar altijd als het kan, toch? Ja. Oh. Is er iets, Nijntje? Ik dacht dat je inmiddels al bijna thuis zou zijn. Ik had zoveel haast om hier te komen, dat ik Knorretje niet heb geholpen. Had ze je hulp nodig? Ja, haar vlieger zat vast in de boom. Maar ik had mama beloofd dat ik nergens voor zou stoppen. Ik weet zeker dat je moeder het niet erg vindt als je stopt voor iemand die je hulp nodig heeft. Je hebt gelijk, Barbara. Ik moet Knorretje gaan helpen. Dag, Nijntje. Dag. Oh. Oh. Heb jij misschien hulp nodig, Barbara? Ja, graag, Nijntje. Zo. Fantastisch. Dank je, Nijntje. En dat duurde helemaal niet lang, hè? Nee, maar nu kan ik maar beter supersnel gaan. Dag. Dag. Dag, Nijntje. Oh, Boris. Knorretje, Knorretje. Wat? Zit ik soms in de weg? Ik dacht dat we vrienden waren. We zijn ook vrienden, Knorretje. En ik had moeten stoppen om je te helpen toen ik langskwam. Wat doe je? Ja, ik ga je nu helpen. We gaan die vlieger uit de boom halen. Jippie! Bedankt, Nijntje. Ik tel tot drie. 1, 2, 3. Hij beweegt. Bedankt voor je hulp, Nijntje. Graag gedaan, Knorretje. Wil je misschien bij ons komen eten? Dat vindt mama vast wel goed. We eten tomatensoep. Oh ja, graag. Ik zeg het onderweg wel tegen Betje. Waar wacht je nog op? Kom, Nijntje. Hier, mama. Sorry dat ik niet sneller was, maar ik moest stoppen om Knorretje te helpen. Oh, maar je was heel erg snel, Nijntje. Ik was nog maar net klaar om aan de tomaten te beginnen. Zonder haar hulp had ik mijn vlieger nu niet terug. Echt waar? Oh, dat was erg lief van je, Nijntje. Goed gedaan. En Knorretje, wil jij misschien blijven eten? Ja, heel graag. Het ruikt heerlijk. Dus
Het is niet erg dat ik was gestopt? Natuurlijk niet. Niet als je iemand anders hebt geholpen. Lekker. Nu hoeven we nog maar één ding te doen. En dat kan niet snel. Wat dan? Wachten tot de soep klaar is. Oh, wat lekker. Wat een feest om zo thuis te komen. Allemaal dankzij Nijntje. Ze heeft heel goed geholpen vandaag. En niet alleen mij. Ja, bedankt Nijntje. Graag gedaan. Zo, er is nog één portie over. Wie wil? Oh nee, ik heb genoeg gehad. Ik ook. Ik help graag om het op te maken. Heel goed. Alsjeblieft. Vrienden helpen elkaar altijd als het kan, toch? Oh, knorretje. Wat fijn dat je voor mij op Bluppy wil passen, Nijntje. Natuurlijk, Daan. Ik vind Bluppy lief. Hallo, Bluppy. Hij vindt jou ook lief. Ik kom hem morgen weer ophalen. Als ik terug ben van mijn tante. Oh, bijna vergeten. We moeten elke ochtend een klein beetje eten in zijn kom doen. Zodat hij geen honger krijgt. Zo. Geen probleem, Daan. Ik zal heel goed voor hem zorgen. Bedankt, Nijntje. Dag. Dag, Bluppy. Dag, Daan. Wacht hier, Blub. Ik breng dit even naar binnen. Papa, kijk uit! Wat is er? Je gooide Bluppy bijna om. Oh, hallo kleintje. Ik had je niet gezien. Ik denk niet dat het handig is om een vis vlak bij de deur neer te zetten. Ik wil hem daar ook niet laten staan. Oh! Phew. Hallo, Nijntje. Knorretje, je liet me schrikken. Sorry, ik ga naar de speeltuin. Kom je ook mee? Ja, graag. Maar ik moet op Bluppy passen voor Daan. Je kunt hem ook meenemen. Goed idee, ik kom er zo aan. Oké. Hallo, Nijntje. Ga je die goudvis uitlaten? Doe niet zo gek. Vissen hoef je niet uit te laten. Dit is Bluppy. Ik pas op hem voor Daan. Maar waar breng je hem dan naartoe? Naar de speeltuin. Ik neem hem mee, zodat ik goed op hem kan passen. Dat heb je goed bedacht, Nijntje. Maar wees wel voorzichtig met hem. Doe ik. Hier. Hoi, Nina. Hoi, Knorretje. Hoi, Nijntje. Nijntje, vangen. Oeps, sorry, Nijntje. Het geeft niet, Knorretje, maar voorzichtig met Bluppy. Doe ik. Nijntje, je kunt hem beter op een veilige plek neerzetten. Oké. Als ik zijn kom helemaal hier neerzet, kunnen we hem niet per ongeluk omtrappen. Kom je mee, Nijntje? Eens kijken hoe hoog we de bal kunnen gooien. Wow. Oh, ik heb hem. Hoger. Oh, hebben. En nog hoger. Ja. Hoppa. Au, mis. Oh, Bluppy. Sorry, Nijntje. Dat was mijn schuld. Misschien is de speeltuin toch niet zo'n veilige plek voor een goudvis. Je hebt gelijk, Knorretje. Ik breng hem weer naar huis. Dag. Dag, Nijntje. Nee, Snuffy. Voorzichtig. Oh, goed dan. Ik gooi één keer. Zo. Voorzichtig, Snuffy. Sorry, Snuffy. Op een vispas is moeilijker dan ik dacht. Nijntje. Nijntje? Oh, Nijntje, lieverd. Hoorde je me niet roepen? Het eten is klaar. Sorry, mama. Maar ik wil Bluppy niet loslaten. Elke keer als ik dat doe, gebeurt er bijna iets vreselijks. Oh. De enige manier om ervoor te zorgen dat Bluppy veilig is, is als ik hem tot morgen vasthoud. Houdt Daan Bluppy ook de hele tijd vast voor de veiligheid?
Bij hem staat Bluppy op een plankje in zijn kamer. Dat kunnen wij ook doen. Ziezo. Hier kan er niks met hem gebeuren. Bedankt, mama. Graag gedaan. Kom je nu eten? Het is je lievelingseten. Wortelstampot? Mm-hmm. Ja! En ze leefde nog lang en gelukkig. Einde. Slaap lekker, Nijntje. En Bluppy dan, papa? Slaap lekker, Bluppy. Wel triste, papa. Sst. Alsjeblieft, Bluppy. Zo. Vond je het leuk om op Bluppy te passen, Nijntje? Een beetje. Maar ik zou blij zijn als Bluppy weer terug is bij Daan. Oh! Goedemorgen, Nijntje. Hoe gaat het met Bluppy? Hoi, Daan. Het gaat goed. Ik zal hem halen. Hier is hij. Oh, hallo, Bluppy. Ik wist dat je goed op hem zou passen, Nijntje. Ik heb iedereen verteld wat een goede oppasser jij bent. Iedereen? Hallo, Nijntje. Daan zei dat jij de beste oppasser zou zijn voor mijn huisdier, Bliksem. Voor één nachtje maar. Bliksem? Ik weet het niet. Vooruit dan maar. Bedankt, Nijntje. Tot morgen. Dag, Boris. Dag. Dag, Daan. Dag, Bluppy. Nijntje, ga je Bliksem nu ook uitlaten? Nee. Ik heb een heel goed nachtkastje waar ik hem op kan zetten. Dat is vast het beste. Vang, Snuffy. Hallo, Nijntje. Hallo. Zag je hoe goed Snuffy mijn bal ving? Ja, ze kan erg goed vangen. Oh. Ik geloof dat ze nog een keer wil. Klaar, Snuffy? Vang! IJsjes! IJsjes! Wie wil er een lekker koud ijsje? Ik graag. Oh. Hallo, Nijntje. Jij bent vandaag mijn eerste klant. Oeps, dat klonk als... De hik. Dat wilde ik ook net zeggen. Goed, één ijsje voor Nijntje. Komt er aan. Alsjeblieft. Snuffy. Nou ja, dan was die gewoon voor Snuffy. Nog eens proberen. Sorry, Nijntje. Het geeft niet, Boris. Oeps. Ga toch weg, stomme hik. Zo kan ik toch geen ijsjes maken? Ik weet wat. Ik kan je helpen, Boris. Oh, wil je dat, Nijntje? Dat zou heel fijn zijn. Een ijsje voor mij komt eraan. Zo. Lekker. Nee, Snuffy. Jij hebt genoeg gehad. Weet je, Boris? Ik kan wel op je ijskraampje letten tot je hik over is. Echt waar? Dank je, Nijntje. Dat zou fantastisch zijn. Ga jij hier maar rustig zitten, dan pas ik op het kraampje. Goed. Wie wil er een ijsje? Een lekker koud ijsje. Oh, ja, ik, Nijntje. Eén ijsje voor Nina. Komt eraan. Oh, hallo, Boris. Hallo, Nina. Hij heeft de hik. Ik help hem tot de hik over is. Dank je. Ik weet hoe je van de hik af kunt komen, Boris. Je moet op één been gaan staan. Zo? Ja, goed. En nu wrijf je over je buik. Goed zo, Boris. Oeps. Nou, bij mij werkt het wel altijd. Het was te proberen. Toch bedankt, Nina. Dag. Dag, Nina. Hoi, Daan. En hier is een ijsje voor Daan. Oh, wauw.
Dank je, Nijntje. Dat ziet er goed uit. Ik heb ook zin in een ijsje. Ik denk dat mijn hik nu over is. Weet je dat zeker? Ja, ik geloof van wel. Ah, zo, alsjeblieft. Dank je. Lekker. Oh, die kant op. Ja, nee. Oh, ik weet hoe je van de hik afkomt. Echt waar? Echt waar? Ja, je moet achteruit rennen. Wat? Zo? Ja, zo. Ja, je doet het goed. Doe maar, ga door. Oh, nee. Ga maar staan. Oh, dat werkte dus ook niet. Ik kom nooit meer van die hik af. Arme Boris. Oh, kon ik maar stoppen met hikken, zodat ik even een ijsje kon eten. Oh. Het komt goed, Boris. Oh. Ijsjes. Oh, Nijntje. Je liet me een beetje schrikken. Ik was op de ijskraan van Boris. Oh, ja, dat zie ik. Maar waar is Boris? Hij heeft de hik. Het lukt hem niet om er van af te komen, wat we ook proberen. Heb je al geprobeerd? Een ijsje voor Tante Trein. Komt eraan. Oh, hallo Boris. Oh, ik kan er niet bij. Kan je me helpen, Boris? Ja, alsjeblieft. Het zit helemaal onderop. Natuurlijk, Nijntje. Wow. Snelle bediening, Boris. Nijntje, waarom deed je dat? Je liet me schrikken. Ja, ik liet je expres schrikken. Dat had Tante Trein gezegd. Inderdaad, schrikken werkt heel goed om van de hik af te komen. Oh, geen hik? Geen hik! Geen hik! En dat betekent... oh ja, een ijsje! Oh, Sniffy. Je hebt te veel ijs gegeten. Nu heb jij de hik. Oh, nee! Hallo, Nijntje. Wat heb je daar? Een picknickkleed. Kijk, want ik ga picknicken met Daan. Daar zul je hem hebben. Hij is erg vroeg. Hoi, Daan. Hoi, Nijntje. Ben je klaar voor de picknick? Ik heb een picknickman meegenomen. En mama maakt de broodjes, maar ze zijn nog niet klaar. Oh, oké. Okay. Wat zullen we dan nu gaan doen? Ik weet wat. We kunnen een toneelstukje doen voor mijn papa en mama. Wat een goed idee. Kom mee. Zo. Oh, we kunnen Roodkapje en de grote boze wolf spelen. We hebben al een picknickmand voor Roodkapje om mee te nemen naar haar grootmoeder. Ja, en dan doe je dit rode kleedje om. En jij mag dan de grote boze wolf zijn. Woehoe! Ik wil dom graag een wolf zijn. Wat ben jij een goede wolf. Maar we moeten ook onze tekst oefenen. Onze tekst? Welke tekst? Mag ik niet gewoon grommen? In het verhaal doet de wolf alsof hij grootmoeder is. Weet je nog? Oh ja. Roodkapje zegt, wat heeft u grote ogen? En dan zegt de wolf... Dat is om je beter te kunnen zien. Moeten we dat echt zeggen? Dat is het leukste van het hele verhaal. Als de wolf zegt... Dat is om je beter te kunnen opeten. Maar straks vergeet ik wat ik moet zeggen als er mensen naar me kijken. Je kunt een kostuum aandoen. Dan voel je je meer een wolf. En dan vergeet je dat er mensen naar je kijken. Goed dan.
Mama! Oh, hallo. Daan en ik spelen een toneelstuk over Roodkapje. Is er iets wat we kunnen gebruiken als wolvenkostuum? Wat dacht je van mijn oude bruine jas? Ja, een bruine jas is een goed plan. Bedankt. Oeh, ik kan niet wachten op jullie toneelstuk. Bedankt, mama. Kom, dan gaan we je kostuum halen. Oké. Okay. Ik voel me nu echt een grote boze wolf. De jas van mama is een heel goed wolvenkostuum. Laten we nu de tekst oefenen. O, grootmoeder, wat heeft u grote ogen? Dat is om je beter mee te ruiken. Oh nee, dat is niet goed. Geef niet, probeer het nog eens. Wat heeft u grote ogen? Dat is om je beter mee te zien. Goed zo, je bent een hele goede wolf. Oh? Zo, wat is alles mooi klaargezet. Oh. Gaat u allemaal zitten. De voorstelling gaat zo beginnen. Oh. Om je beter mee te zien. Om je beter mee te zien. Wat doe ik als ik mijn tekst vergeet, terwijl je papa en mama kijken? Haal even diep adem. En doe alsof er niemand kijkt. Mooi. Sst, het begint. Ik ben Roodkapje. En ik ben de wolf. Waar ga jij naartoe, kleine meid? Ik ga grootmoeder dit eten brengen. Ik zorg dat ik eerder in het huis ben van grootmoeder. En dan pak ik het eten af. Oh, Nijntje. Ja? We hebben niemand die de grootmoeder kan spelen. Oh nee. Dat doe ik wel. Bedankt, mama. Ik ben de grootmoeder van Roodkapje. Raaah! Oh, een wolf. Oh nee, rennen. Rennen. Hallo, grootmoeder. Waar bent u? Hallo, Roodkapje. Hier ben ik. Oh, grootmoeder. Wat heeft u grote ogen? Dat is om je beter mee te zien. Ja. En wat heeft u grote tanden? Dat is om je beter mee op te eten. Oh nee, een wolf. Rennen, Nijntje. Daan, we hebben niemand die de houthakker kan spelen die Roodkapje redt. Dan ben ik wel de houthakker. Geen paniek, Roodkapje. Ik zal je redden. Scheer je weg, wolf. Bedankt, houthakker. U hebt me gered. Afgelopen. Oh, wat prachtig. Wat een mooie voorstelling. Goed gedaan, jongens. Daan, je was geweldig. Heb je gedaan wat ik zei? En deed je alsof er niemand keek? Dat hoefde niet. Er keek ook niemand. Want iedereen speelde mee. Je hebt gelijk. En weet je waar het nu tijd voor is? Voor een picknick. En ik heb honger als een wolf. Word wakker, Beertje. Het is ochtend. Tijd om je haar te borstelen. Heb je lekker geslapen? Huh? Beer, deed jij dat? Oh! Schapen! Er staan schapen buiten! Op deze kant op. Doe maar schapen hierheen. Kom terug! Ik geloof dat papa en mama hulp nodig hebben. Doe dan! Oh, oeh! Oké. We hebben hem. Voorzichtig. Goedemorgen, papa en mama. Hebben jullie schapen voor ons gekocht? Nee, ze stonden hier toen we wakker werden. Ze zijn vast ontsnapt uit de boerderij. Oh, deze is zo lief.
We moeten ze weer bij elkaar drijven. Oké. Bijna. Bijna. Het is gelukt. Ja, dankzij jou, Nijntje. Als jullie ze hier houden, ga ik de boer bellen of hij ze op wil halen. Oké. Oh, nee, toch. Rustig maar, papa. Ik haal hem wel terug. Dan let ik op deze twee. Nee. Nee, wat je zegt bij jezelf. Oh, bijna. Kom terug, lam. Waar ren je nu naartoe? Kom terug, lam. Ik haal je in een hoek. Ik wil niet dat je gaat. Ik doe je echt geen kwaad. Stil maar, kom terug, lam. Ik word een beetje moe. Oh, kom hier, lammetje. Kom terug, lam. Luister toch naar mij. Kom terug, lam. Kom wat dichterbij. Ga niet zo ver weg. Alsjeblieft, doe wat ik zeg. Oh, kom terug, lam. Ik hou je niet meer bij. Kijk eens. Kom maar. Oh, Snuffy. Je moet niet blaffen tegen nieuwe vrienden. Oh. Hey, lammetje. Dit is mijn vriendje, Snuffy. Kom maar. Oh, Snuffy. Is er iets mis, Nijntje? Ik moet dit lammetje naar huis brengen. Maar hij schrikt elke keer van het geblaf van Snuffy. Dus als Snuffy blaft, rent het lam de andere kant op. Ja! Oh, dus als Snuffy daar blaft, dan zal het lammetje deze kant op rennen. Snuffy, ga eens naar de andere kant. Misschien begrijpt Snuffy niet helemaal wat je van haar wil. Misschien moet ik je laten zien wat ik wil. Kijk, zo Snuffy. Volg mij. Sst, zachtjes. Goed zo, Snuffy. Nu! Doe maar, Snuffy. Dat zijn twee van mijn schapen. Oh. Heel goed, Snuffy. Oh, geweldig, Nijntje. Je moet Snuffy bedanken. Zij zorgde dat de lam de goede kant op ging. Dus Snuffy is een schaapshond, hè? In dat geval... Een fluitje? Waar is dat voor? Als je geduld hebt, kan je Snuffy daarmee trainen. Ik zal het laten zien. Erg goed. Braaf, Snuffy. Ja, zo, Nijntje. Kijk er eens gaan. Hier. Goed zo, Snuffy. Prima, Nijntje. Goed gedaan. Dag, succes! Dag! Goed zo! Ze is zo slim! Doe maar, Snuffy! Zo zijn ze snel weer terug op de boerderij! Oh, nou snap ik het! Ik heb vast het hek open laten staan toen ik ze vanmorgen eten heb gegeven! Het geeft niet! Snuffy weet wat ze moet doen. Goed zo, Snuffy. Brave hond. Zo. Hier is je fluitje. Je mag het wel houden, Nijntje. Jij en Snuffy vormen een goed team. Ja, dat vind ik ook. Oh.
Wat duurt het lang voordat papa het ontbijt heeft gemaakt? Ja, inderdaad. Maar zijn zondagse roereieren zijn het wachten waard. Lekker. Hier is het ontbijt. Oh, krijgen we vandaag geen zondagse roereieren? Oh, het spijt me, Nijntje, maar we hebben geen eieren. Geen eieren? Ik dacht dat Boris die altijd op zaterdag langs kan brengen. Dat is ook zo. Hij heeft wel de melk gebracht, maar geen eieren. Het is een raadsel. Oh, ik ben dol op raadsels. Ga jij dan het raadsel van de verdwenen eieren oplossen, Nijntje? Ja, ik ga kijken wat er is gebeurd en onze eieren zoeken. Succes! Dag! Hallo, Nijntje. Heb je iets laten vallen? Nee, ik probeer een raadsel op te lossen. Onze eieren zijn verdwenen. Jonge, jonge, wat een vreselijke misdaad. Precies. Want nu kan papa zijn speciale roereieren niet maken. Zijn er ook verdachten, detective Nijntje? Boris zou de eieren bij ons langsbrengen. Maar dat heeft hij niet gedaan. Dus jij bent naar de winkel van Barbara gegaan op zoek naar Boris. Dat is slim. Ja. Tijd om naar binnen te gaan. Hallo, Nijntje. Kan ik je helpen? Ja, ik ben op zoek naar eieren. Weet je ook waar Boris is? Denk je dat Boris jouw eieren heeft? Nee, niet echt. Maar Boris vergeet soms wel eens iets. Misschien is hij vergeten om ze te brengen. Je hebt gelijk, Nijntje, maar dit keer is hij het niet vergeten. Hoe weet je dat? Normaal liggen de eieren al op me te wachten als ik bij de winkel kom. Maar ik heb gisteren niets gekregen en vandaag ook niet. Dus Boris kon ook niets bij je langsbrengen. Dit raadsel wordt alleen maar groter. Van wie krijg jij de eieren, Barbara? Van de boer natuurlijk. Aha, dan moet ik naar de boerderij en de boer vragen waar zijn eieren zijn gebleven. Dag! Tot ziens, Nijntje. Succes! Maar wij eten altijd eieren bij het ontbijt op zondag. Oh, hoi Nijntje. Hallo Knurretje. Ben je op zoek naar eieren? Ja! Hoe weet je dat? Omdat ik ze ook zoek. Boris heeft ze gisteren niet bij ons langsgebracht. Bij ons ook niet. Dus tante Betje heeft me hierheen gestuurd. Ik geloof dat ik mijn excuses moet aanbieden. Kijk, mijn kippen leggen hun eieren in dit kippenhok. Dus, daar zitten de eieren in. Mooi. Nee, Knorretje. Toen ik gisteren ging kijken, ontdekte ik dat de dak lek is. Oh nee, de kippen vinden het vast niet fijn als het binnen regent. Oh. Inderdaad. Dus ik denk dat ze andere plekken hebben gezocht om hun eieren te leggen. Ik heb het te druk gehad met het maken van het dak om ze te zoeken. Geen paniek. Knurretje en ik zullen de eieren vinden. We gaan schat zoeken. Oh, en de eieren zijn de schat? Lekker. Ik moet er een hebben voor mij, een voor mama en een voor papa. Dat is 3. Ik wil er 1 en tante Betje ook. Dat zijn er 4 en 5. Kunnen jullie er misschien 6 van maken? Ik wil er ook graag een voor mijn ontbijt. Dat is goed. Kom mee, Knurretje. We gaan op onderzoek. Zoek naar een ei. Waar zou het zijn? Onder een struik. Ze zijn ook zo klein. Zoek naar een ei. Is dat niet ver? Zoek naar een kip. Wat hoor ik daar? Knurretje, luister. Ze zeggen niet tok-tok. Oh! We hebben ons eerste ei gevonden. Ja. Hoera! Zoek naar een ei. Waar zou het zijn? Hebben. Zoek naar een ei. Voor jou en voor mij. Weer een. Zoek naar een ei. Ze smaken zo yummy. Oh. Eentje voor papa en eentje voor mami. Zoek naar een ei. En niet in het hok. Dank mevrouw Kip. Tok, 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 tok.
Dat gaat goed. We zijn terug! Zo, goed gedaan. Jullie hebben de eieren gevonden. En mijn kippen ook, zo te zien. Nu alle raadsels opgelost zijn, kunnen we eindelijk gaan ontbijten. Joepie! Als jullie eieren net zo lekker zijn als de mijne, dan was dat het wachten waard. En de roereieren van mijn vader zijn het allerlekkerst. Hey, ik heb een idee. Bedankt, papa. Jouw speciale roereieren zijn super heerlijk. Oh ja, ze smaken verrukkelijk. Smakelijk. Bedankt dat we er allemaal van hebben mogen genieten, Nijntje. Kunnen we ze hier volgende week weer eten? Tuurlijk. Maar op één voorwaarde. Jullie doen met z'n allen de afwas. Afgesproken.